Ze geven wel vaker een feestje, het Dordtse Society-koppel Milou en Philip Elzeman. Maar deze keer hadden ze een speciale reden om hun vrienden in de tuin uit te nodigen. Namelijk geld inzamelen voor de Dudok City Swim. Vorig jaar bij het vlak waar de Swim to Fight Cancer werd gehouden, zaten we op de tribune en toen hebben we het voor de eerste keer heel bewust meegemaakt. En dat heeft ons zo aangegrepen, het is zo fantastisch georganiseerd en de bezieling van de organisatie ook en zo. Het zijn zulke bewogen mensen. En toen hebben Milou en ik besloten om hand- en spandiensten te verrichten, om mee te doen, et cetera. Nou, van het een kwam het ander. Het is gewoon een sneeuwbaleffect geworden. Tegen betaling van €19,50 mochten mensen meeborrelen tijdens een heuse high wine. Al het eten en drinken werd door Dordtse Horeca gesponsord. Er zijn een heleboel mensen, het grootste deel, heeft veel meer gestort. Dat is zo hard verwarmend geweest. Voor die 19,50 mag je meedoen. En dat bedrag gaat ook, daar wordt niets van afgetrokken voor de organisatie. Dat gaat direct in de pot. Maar er zijn een heleboel mensen, er zijn zelfs mensen die 5 keer het bedrag hebben gegeven. Fantastisch. Het wordt zaterdag een drukke dag. Omdat er meer publiek wordt verwacht dan vorig jaar, wordt er een extra grote tribune geplaatst. Maar de grootste verandering is toch wel een aanpassing in het parcours. Nou, een stukje van de haven, de kade verderop bij de Damiatenbrug, nog steeds opgebroken. Hebben jullie daar nog last van? Ja, nou, we hebben ze in zoverre niet zozeer van het opbreken last, maar wel van de stroming. Dat is door onze deskundigen al een half jaar van tevoren bekendgemaakt. Dat de stroming onder de Rooibrug is van zodanig aard dat echt 80% van de zwemmers van de 2,5 kilometer daar niet tegen in kan zwemmen waarschijnlijk. Dus daar wordt een stuk klunen gaat het worden. Dus verplicht klunen. We gaan klunen. We gaan klunen, verplicht klunen, want omdat de stroming echt te heftig is, moeten mensen uit het water een stukje lopen en aan de andere kant van de brug het water weer in. Dus in die zin hebben we wel last van die brug, maar niet vanwege het opbreken, maar wel vanwege de stroming. Journalist Kees Ties is er ook dit jaar weer bij als een van de presentatoren. En hij werd zo geraakt door de verhalen van de deelnemers en de sponsoren dat het daar niet bij blijft. En ik word ook een dagje ouder natuurlijk. Ja, nee, daarom zwem ik dit keer nog niet mee, maar ik ben wel aan het trainen voor het jaar erop. Serieus? Nee, serieus. Dit is nieuws. Ja, nee. Nou ja, het is echt waar. Dan ga ik niet presenteren, maar dan ga ik zwemmen. Ah, je bent nu al in training dus? Nou, geestelijk, nog niet lichamelijk. Maar dat gaat na deze City Swim gebeuren. Ik ben serieus. Ik ben van plan om het een keer te doen. Dus vandaar. De High Wine heeft in totaal €2.061 opgebracht. Meer persoonlijke verhalen, onder andere van wethouder Piet Sleking en andere bezoekers, kunt u zien straks na het nieuws in Dit Weekend in Dordt.